Het kan toch niet waar zijn dat ze na al die jaren de harde inzet, dat ze nou geen paard heeft. Dus ja, gewoon super dit. Echt top. En een lekker werkje voor vrijdag, denk ik. Ja, ook dat. Ja. Vrijdag mag hij in de strijd met Bo, in de leerlingkoers. Dus nou ja, hij heeft nu zijn werkje wel gehad. Dus de rest van de week maar een beetje mak. Goed. We gaan even naar Ella natuurlijk. Ella, je hebt gevraagd om een paard, je hebt één gekregen. En dan win je ook nog. Hoe is dat? Super. Echt super. Gewoon samen met Ruud, hè. Je lag onderweg eigenlijk geslagen in de koers. Toen dacht je niet, hoe komt de Ruud hier nou weer uit? Nou, Ruud weet wat hij doet en ik heb er vertrouwen in. Ruud gaat lekker voorrijden. Hij wordt een beetje druk voordat hij de boel sloopt. En het is altijd leuk om met Ella op de kaart te zitten, hè? Heel leuk. Hartstikke leuk. Ja. Succes. Ik blijf voor haar als ze een keertje wint. Dat is prachtig. Mm-hmm. Succes en ga voorrijden. Dankjewel. Alle deelnemers aan de Duosoos-koers, dus zowel de rijder als de bijrijder, worden nu even verwacht bij de wagen van Tielevis. Daar worden de prijzen uitgereikt en daar wordt ook een groepsfoto gemaakt. Dus gaan even alle rijders en bijrijders naar de wagen van Tielevis. Ja, we hebben hier wat uitstel opgelopen, Tim, maar dat kan even niet anders. Niks aan te doen, ga lekker je broodje opeten. We gaan nu naar koers 8, de kwartetkoers. Bas Krebas was hier vrij duidelijk over de kansen van Gilleneer Boko. Voor het eerst met een dichttrekhoofdstel. Nou, hielp dat niet heel veel bij Dinant Convital. Was ook nog een beetje geklopt bij de stad. Maar ze zijn hier heel positief. En gaan eigenlijk alleen maar uit van een overwinning. Deelnemers, Defilé.